something that's nearly drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Hier komt ook waarschijnlijk een soort kunstwerk, dan wel waterelement. He, dus het is echt wel, hier, dit was vroeger ook het koor, zeg maar, dus dit is een belangrijk gedeelte. Hier, dat waren vroeger de palen van de kerk op de exacte plek. Die bouwt natuurlijk niet meer terug, maar toch nog een beetje. Ze worden ongeveer een meter hoog. En daarop kunnen, dat zijn poeren voor kunstwerk. Dus die poeren die blijven gewoon staan. En ja, de aankomende 25 jaar kan je daar gewoon kunst op plaatsen. Dat kan de buurt doen, dat kunnen kunstenaars doen, dat is gewoon nader in te vinden. Deze kerkmuur die achter je ziet, die gaan we ook restaureren. Die is een beetje vervallen. Met behoud uiteraard van de varens, hè, die je ziet. Die zijn heel uniek. En deze kant, die brengen we ook terug. Dus deze kant, hè, dus die nu weg is gesloopt. Daar komt een soort schanskorf. Weet je wat het is, een schanskorf? Het zijn eigenlijk, dat is een soort kooi waarin je stenen kan plaatsen. Ja. Oh ja. Ja, ja, je ziet ze wel eens, je ziet ze wel eens overal. Ja. En wij gaan dan dat soort stenen gaan wij erin leggen. En in die holtes kunnen weer plantjes komen en kunnen weer ruimte voor dieren. En daarmee geven we de contouren aan, behalve waar daar een boom staat natuurlijk. Ja, want we willen zoveel mogelijk bomen houden. Dus die contouren van die kerk komen weer terug. En toch weer van deze tijd. Dus dat groene moet je er nader invullen. Ik wil vragen, zit hier niveauverschil in of is het gewoon apart? Ja, nou, het is 2/3 hoog. 40 centimeter. 2/3. Ja, het is verhoogd, maar het is verder horizontaal. Dit is horizontaal, ja. Maar als je hier binnenkomt heb je 2/3 wat je omhoog gaat. Nou, we zijn nog aan nadenken of je misschien die tegels, deze vloer, daar kan wat gebeuren. He, bijvoorbeeld in de zomermaanden iets leuks. Maar we zitten ook te denken van misschien dat je daar met bedriegjes kan werken. Dus dat je met waterfonteintjes. Dat ook een soort speelelement wordt in de zomer. Ja. Is wel bekend wat voor beplanting in deze vakken komt? Nee. Er zijn heel leuke ideeën. Je moet zo zien, deze paden dat zijn gewoon eigenlijk net als een tuin planken of tegeltjes. Dus dat kan van alles worden. Dat kunnen grassen zijn. Daar moeten we nog thema's voor bedenken. Want dit is echt een pad nog. Daar kun je lopen, zeg maar, die streepjes tussendoor. Ja, maar een smal pad. Zoals als je een tuin hebt, dat je dan op een plank loopt. Een beetje, dat moet je bedenken. En dit zijn dus picknickbanken hier zo. Of gewoon dat zijn wat voor bankjes om op te zitten? Ja, dat zijn picknickbanken of gewoon normale banken met de rugleuning. Dat vind ik wel heel leuk. Ik vond het een beetje bij de zitmeubilair zoals ik zie. Ja, maar dit is ook allemaal zitmeubilair hier zo. Dus je kan in die schoolskurf zitten. Je kan onder die boog gaan zitten. Deze bankjes achter je zijn ideaal op de zon. Die handhaven we ook. Dus het is best wel een soort... Ja. Zal ik die andere model ook maar gewoon toelichten? Ja, fijn, ja. Nou, dit is ook een heel leuk model. Hier is meer, dus die contouren van de kerk, die maken we overal terug. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. En je moet zo zien dat die schanskorf, die raakt op een gegeven moment ook begroeid. Dus in het begin is het een beetje hard, maar uiteindelijk wordt het begroeid. Maar dit thema is een soort artsenijtuin, een soort kloostertuin. En dat past ook goed bij deze oude kerk, tenminste de locatie. Dus het zijn lage hagen en daarbinnenin... Ja, nadringt. Dat kunnen kruiden zijn met name, want vroeger had je bij kerk en kloos had je dat soort tuinen. En dus dat is eigenlijk dit model. En dan komt hier een soort zitplekje met een waterhappertje. Dus dit is eigenlijk meer een soort, bijna hetzelfde concept. Oh ja, dit is wel leuk. Hier zie je een hoop parkeerplaatsen daar bij de punt. En het raar is als je het viaduct onderdoor komt, dan zie je door die auto's, zie je gewoon het hele park bijna niet. Dus wij halen hier een aantal parkeerplaatsen weg. Die gaan we... Ja, maar die kan ik niet zomaar weghalen, die moet ik dus compenseren elders. Dus kijken of we hier weer een aantal vier bij kunnen maken. Maar bij dat model zie je dat er echt een heel groot kerkpunt ontstaat. Hè? Dus je moet zo zien dat als je daar staat, dan zie je dus de twee lantaarnpalen, die grote boom en dan is het leeg. En dat hoort wel een beetje bij een kerk, hè? Een beetje iets, een soort leven voor zo'n kerk. Hier is het meer groen, dus hier zie je dat deze vlak dat het groen zo veel mogelijk is doorgetrokken. En hier ook, dus dit is een wat groener model. Dit model is eigenlijk het huidige paardenstructuur. Dus met wel dan in de poeren en de elementen, maar gewoon
Dat is eigenlijk het herfmodel, dat noemen we dan landschapsmodel. Dus dat zijn eigenlijk grosso modo die modellen.